Achteraf betalen is binnenkort misschien ook mogelijk in fysieke winkels. D66 Nijmegen maakt zich zorgen, vooral om jongeren. Ik vind dat echt een heel slecht idee. En met name voor jongeren. Want we zien nu al dat jongeren hele grote schulden maken als ze online achteraf betalen. En verder in het nieuws vandaag. Burgerinitiatief Bredeweg krijgt hypotheek voor aankoop kerk. En het is de 11e van de 11e, dus het carnavalseizoen is weer begonnen. Achteraf betalen. Het kan al lang bij internet aankopen en binnenkort wordt het ook mogelijk in veel fysieke winkels. Nadeel van achteraf betalen is dat met name kwetsbare groepen hun betalingen vaak niet kunnen nakomen en zo in de schulden raken. D66 Nijmegen wil voorkomen dat bijvoorbeeld jongeren op deze manier in de problemen komen. Ze willen dat fysieke winkels achteraf betalen niet invoeren. Volgens de autoriteit Financiële Markten is er in 2023 600.000 keer uitgesteld betaald door minderjarigen. Terwijl je daar volgens de wet minimaal 18 voor moet zijn. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat consumenten onder de 35 jaar het vaakst te laat betalen. En wat zou je ervan vinden als het ook hier in de winkelstraat zou kunnen? Eigenlijk denk ik juist niet goed, want dan ga ik echt meteen alles halen. Het is makkelijk als je geen geld hebt natuurlijk. Misschien niet zo handig voor mensen die dus geen geld hebben. Het is fijn. Het is natuurlijk ook wel een beetje tricky. Ik denk niet goed. Want mensen kopen dan vaak dingen die ze achteraf toch niet betalen kunnen. Ik vind dat echt een heel slecht idee. En met name voor jongeren. Want we zien nu al dat jongeren hele grote schulden maken als ze online achteraf betalen. Want zij overzien gewoon helemaal niet hoe grote gevolgen daarvan kunnen zijn. Achteraf betalen in webshops wordt al jaren gedaan. De Nijmeegse Henny van Straten zou dat ook wel willen aanbieden in zijn fysieke interieurzaak. In de winkel maak ik geen gebruik van achteraf betalen. Dat heeft te maken met het feit dat mijn kassa dat nog niet aan kan. Maar het is wel een mogelijkheid waar ik zeker serieus over zou denken. Ik bedoel, waarom zou ik wel betalen per PIN of per creditcard toestaan en niet andere vormen straks? Winkelen zonder betalen klinkt aantrekkelijk, maar de schulden kunnen zich hoog opstapelen. Dat ziet ook schuldmaatje Jan-Louis Reiniersen. Die jongen hebben natuurlijk heel veel impuls aankopen en dat is heel makkelijk om te betalen. Van volgende week krijg ik zakgeld of krijg ik mijn loon, dus dat kan ik wel betalen. Maar dat kan zich natuurlijk gewoon opstapelen. Kijk, als je volwassene bent en je hebt goed zicht op wat zijn die consequenties, ja, dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Maar bij deze jongeren weten we dat ze helemaal niet goed zicht hebben op wat nou die consequenties zijn. Dus hen zou ik aanraden om het überhaupt niet te doen. De gemeenteraad van Bergendal heeft de motie van D66 aangenomen om het initiatief te steunen voor de aankoop van de Sint-Antoniuskerk in Bredeweg. Het doel is om van de kerk een gemeenschapscentrum te maken. Ondanks het eerdere negatieve advies van het college heeft de raad nu besloten om een lening van 9 ton beschikbaar te stellen voor de aankoop van de kerk. Stichting Gemeenschapscentrum Bredeweg zal nu met de parochie in overleg gaan om tot een akkoord te komen. Vervolgens zullen zij met betrokkenheid van de inwoners verder werken aan een plan voor het nieuwe gemeenschapscentrum. Alexandra van Huffelen wordt per 1 februari collegevoorzitter van de Radboud Universiteit. Eerder was van Huffelen staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering en staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane. Daarvoor was ze onder meer algemeen directeur van het openbaar vervoersbedrijf van Amsterdam, de GVB. Huidige collegevoorzitter Daniel Wigbolders vervult deze functie nog tot eind dit jaar. In de maand januari bestaat het college van bestuur tijdelijk uit 2 bestuurders, José Sandels en Agnes Muskens. De Zeeuwse band Breakout heeft gisteravond het COC Songfestival gewonnen met het nummer The One Who I Found. Het landelijke liedjesfestijn gericht op de LHBTI-gemeenschap vond dit jaar plaats in Nijmegen. Vorig jaar werd Nijmegen 2e achter Leeuwarden. Omdat de Friese hoofdstad bedankte voor de organisatie, mocht Nijmegen deze op zich nemen. Het winnende nummer is volgens de band een ode aan innerlijke kracht, weten wie je bent en waar je het allemaal voor doet. Met hun individuele boodschap wisten de Zeeuwen in de Nijmeegse Lindenberg de 28e editie van het COC Songfestival op hun naam te schrijven. NEC heeft zaterdag 3 punten overgehouden aan de wedstrijd tegen RKC Waalwijk.
Koki Okawa, Sami Oesa en Ivan Marquez zorgden uiteindelijk voor de 0-3 winst. De Nijmegenaren leken het in de eerste helft zichtbaar moeilijk te hebben met de hekkensluiter. Maar een rode kaart bij RKC maakte dat NEC de tweede helft prima langs RKC kon komen. Door de overwinning staat NEC momenteel weer in het linkerrijtje van de Eredivisie. Aankomend weekend wordt er even niet gevoetbald in de competitie vanwege een interlandbreak. Het is vandaag de 11e van de 11e en onder de rivieren weten we dan wel hoe laat het is. Op veel plaatsen is inmiddels het carnavalseizoen weer afgetrapt. Ook in Nijmegen, Knotsenburg, werd vanochtend om precies 11 minuten over 11 het glas geheven op de Grote Markt. Vandaag is het carnavalseizoen weer geopend in Knotsenburg en dat wordt zoals elk jaar weer groots gevierd. Zo wordt het carnavalsfeest dit jaar geopend door prins Wilfred I van carnavalsvereniging Sint-Stevens-Kruppers, die de Knotsenburg-sjaal omdoet bij Marieke van Nimwegen. Het carnavalsfeest dat elk jaar afgetrapt wordt op de 11e van de 11e, opende op de Grote Markt van Nijmegen en was dus niet te missen. Ja, wij hebben nu net de opening van het carnaval van de 11e van de 11e voor het seizoen 2024-2025 verwezenlijkt. We gaan straks hele mooie foto's en video's maken bij iconen van de stad. En dat gaan we vanmiddag verwezenlijken. Dus uiteindelijk al mijn kabinetsleden weten hoe het feestje gevierd moet worden. Naast het kabinet van prins Wilfred I is er dit jaar ook weer een jeugdraad. Zo was jeugdprins Tim I ook aanwezig bij het feest. Ondanks dat hij nog zo jong is, is hij zeker niet onbekend met carnaval. En betekent het veel voor hem dat hij dit jaar jeugdprins mag zijn. Ik ben in de zomervakantie gevraagd of ik de jeugdprins van Knotsenburg wilde worden. En toen zei ik heel hard, ja, dat wil ik wel. Ja, ik ben eigenlijk in een carnavalsfamilie opgevoed. Want voordat ik in de wieg lag, vierde ik al mee. En ik ben nu de vierde generatie in onze familie die prins is. Dus dat is wel heel leuk. Nou kijk, uiteindelijk is het zo, je bent carnavalist in hart en nieren. En wat is het mooiste, en dat gaf ik net ook aan in mijn onderscheiding, om voor te gaan in het feestgedruis, maar ook mensen het hart onder de riem te steken. Het feest wordt komende week nog voortgezet. Zo gaan ze nog een aantal dagen het carnavalseizoen aankondigen. Zaterdag 1 maart zal het echte carnavalsfeest beginnen. Tot die tijd zal het kabinet zich dus voorbereiden op het grootste feest dat dan plaats zal vinden. Oh, daar wordt een schobbelaar aangeboden. Die kunnen we ook zeker gebruiken natuurlijk in deze tijd, de schobbelaar. Ja, we hebben nog een paar weken te gaan, want dan begint de adventtijd. De adventtijd is gebruikelijk dat je als kabinet zijn niet in deze hoedanigheid in de openbaarheid treedt. Dus de komende weken hebben we nog een aantal activiteiten gepland staan. En uiteindelijk op zaterdag 1 maart, vindt het carnaval plaats. Dus we hebben nog heel lange tijd te gaan. En dan gaan we 4 dagen, eigenlijk 5 dagen knallen in Knotsenburg. Gezondheid! Het rustige en stabiele herfstweer maakt momenteel langzaam ruimte voor wat meer variatie. Maar dan niet in de goede zin. Vandaag vond er al wat gespetter plaats en vooral vanavond zal de buiigheid overal toenemen. Ook vannacht blijft het niet droog en morgenochtend valt er nog vervolgens wat lichte regen. In de middag is het dan wel wat vaker droog en laat de zon zich af en toe zien. En daarbij wordt het morgen maximaal 10 graden. De dagen erna is de zon niet veel te zien. Hier en daar kan er een bui vallen, maar het zullen vooral grijze dagen worden. Met weinig wind en lage temperaturen. Ook op de wat langere termijn blijft het wisselvallig en fris herfstweer. En dit was het RN7 regionieuws van maandag 11 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van De Streek in, waarin we de Toornse molen bezoeken in Persingen. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan.